Hey, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En normaal begin ik nooit op maandag, dus nu wel een keer. Het is nu 1:15. Dus ik ga jullie meenemen in mijn week en let's go. Oké, ik ben dus nu in de stad. Ik ben met Kiara. Wat gaan we kopen, Kiara? Vertel. Koekjes. Kijk even aan hoe leuk kerstafdelings hier hebben al. Kerstballen! Woehoe. Oh mijn god! Ik vind deze leuk! Kijk nou! Oh, fantastisch dit! Ik vind dit leuk! Mie, als ik niet ga afvallen! Nou, we zitten dus nu in de Mac. We hebben uiteindelijk niks gekocht bij de Xenos. Dat pakketje was te moeilijk. Ja. En te ingewikkeld en te duur. Dus ik zit nu lekker met Kiara aan een heel lekker gezond ontbijt. Dit is allemaal ongezond, maar dan tippen ze het weer met een mandarijntje. Kiara, hoe gezond is dit? Heel gezond. Gezond, hè? Hoppa, weg. Weg gezondheid. Oké, eten. En hoe was het eten, Kiara? Wijs lekker. Ja? Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de Hema. En daarna naar de? Oké, ik ga jou volgen. Ga de mensen maar leiden naar de Hema. Hema. Oké. We hebben ook niks gekocht bij de Hema, ook niks bij de JD Sport. We gaan nu naar de Jumbo. Want we gaan boodschappen doen. Want we gaan zo meteen film kijken. Superleuk. We weten nog niet welke film. Maar wel een kerstfilm. Want ja. Het is the most wonderful time of the year. Dus bijna. Bijna. Nog niet helemaal. En dan gaan we lekker film kijken. En Kiara gaat lekker koekjes eten. En ik misschien een bak chips helemaal licht vreten. Dus gezellig. En we zijn thuis. Oké, we zijn bij mij thuis. Kiara heeft hier een hele shopblog van wat ze allemaal heeft gekocht. Kiara, heb je hier iets op te zeggen? Hashtag vreetzak. Ja, Jamie. Ik heb koekjes. Dit at ik op vakantie. Dit zijn, ja, oranje koekjes. Dit heeft Kiara gekocht. Dit is Twix en daar zit... Daar zit caramel in. En dit. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ik ben hier echt al maanden naar op zoek. De hele tijd kon ik het maar niet vinden. En waarschijnlijk hebben ze hem uit de assortiment gehaald bij de Albert Heijn. Of bij de Coop. Maar bij de Jumbo hadden ze nog 3 pakken. Precies. Dus ik heb ze alle 3 meegenomen. Kiara heeft weer energie voor het leven gekocht. En tompoesjes en chocomel. En we gaan film kijken! Woehoe! Oké, ik sta momenteel in de badkamer. Kiara is naar huis. Het was super gezellig. We hebben een film Pak van mijn hart gekeken. Het was echt een aanrader. Dus allemaal even checken op Videoland. Hebben we die gekeken. Dus dat. Ik ga nu lekker chillen in mijn bedje. En eventjes relaxings. En dan, Weet ook niet wat ik vandaag voor de rest van de avond ga doen. Joe. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is woensdag. Ach, ik heb het vorige keer ook gezegd in de vlog. Maar ik ben altijd echt... Ik weet nooit welke datum het is. Het is nu 27 november. Het is nu 2:50. Ik heb me omgekleed. Ik heb gedoucht. Eerst gedoucht, dan omgekleed. Ik ga zo meteen weg. Ik ga namelijk naar... de stad met Tanin en in de avond komt Cindy naar mij toe, dus dat is super gezellig, daar heb ik super veel zin in. Ik moet me nu eigenlijk gaan haasten, want ik ben eigenlijk al een tikkeltje te laat. Maar ja, weet je, Tanina is ook meestal te laat, dus oké, dat is dan weer kiet. Ik ga nu mijn spullen pakken en ik neem jullie mee. En ik ben gearriveerd. Oké, we zijn nu onderweg naar locatie nummer 1. Ik sta hier in de hele mooie fietsenhal. En we gaan nu naar Café De Waag. Oké, jongens. Ik ben weer losgegaan bij de H&M. Ik heb 3 dingen gekocht. Waaronder een leuke roze trui. Hoe Tanina het noemt, een Marokkaans blouseje. En een groene trui. En ja, ik ben shopverslaafd. Officieel. Shopverslaafd. I can't handle with myself. Oké, ik heb dus weer... Ik ben de verleiding weer... ik kon het niet weerstaan om naar de H&M te gaan om daar te shoppen. Maar Tanina kwam met een hele leuke opmerking. Ze zei...
Je koopt alleen maar hoodies bij de H&M. En zelfs jij gaat daar nog in naar een koninklijk diner. Iedereen weet dat hij in een pantalon naar een diner moet. Met een mooie hoodie. I love my hoodies, but yeah. Nou, we gaan nu kijken wat Delphin en Tristan weer op te merken hebben aan mijn shopverslagen. Ik zet het nog even door. En ja, ik zie jullie of spreek jullie later. Joejoe. Dus we lopen naar werk. We gaan nu de confrontatie aan met wat hun ervan zeggen. In 3, 2, 1. Delphin, heel eerlijk, wat is dit? Hey, zet Flappy op, dan is het kerst. Ja. Flappy. 1961. Flappy is ja, dood. Ja, doe Flappy. Die gaat ook ooit dood, Flappy. Als u dit ziet, help ons. We hebben hulp nodig. Hulp van wat? Gewoon een spuitje of zo. My life is over, guys. Oké, ik ben dus nu onderweg naar huis. Het was even gezellig vandaag met Tanina in de stad. En ik zit nu op de fiets. Eigenlijk best wel gevaarlijk dat ik nu vlog. Maar goed, ik ga nu lekker naar huis. En dan komt vanavond Cindy. Oké, ik ben dus thuis. En ik heb deze kaas stengels gekocht. Wie heeft er nog meer een hekel aan dat je dit dingetje er nooit normaal af krijgt? Ik zit letterlijk al... Nou, 5 minuten of zo zit ik dit ding te proberen af te krijgen. Het werkt ook gewoon niet mee of zo. Ach, wacht, voor mij heb ik hem. Ik ga stuk, ik heb gewoon nagelschaar hierin liggen. Oh mijn god. Hehe, hij is open. Oké, inmiddels is het weer een paar uur later. En ik ben met... Cindy! Kijk. Weet je wat het is? Als Cindy en ik met elkaar afspreken, dan is het 1 keer in de 3 maanden. Nu zien we elkaar, letterlijk hebben we elkaar 3 keer in de maand gezien. Dus, dat is een nieuw wereldrecord. Nee, wacht, vroeger zagen we elkaar 5 dagen in de week, omdat we op dezelfde school zaten. Ik snap niet waarom ik daar nog naartoe ben gegaan. Je hebt een diploma? Ja, maar ik heb toch daarna een opleiding niet afgemaakt? Ja, maar daarvoor wel. Sign heb je afgemaakt. Oh ja. En daarna ging je... Ergste 2 jaar van mijn leven. Ergste 2 jaar van mijn leven. Maar ik heb het wel afgemaakt. En vond ik het leuk? Nee. Ik heb je inderdaad echt 2 jaar lang hoor het komt. Echt letterlijk. Ik heb 2 jaar lang gezegd. Sin, ik vind het niet leuk. Sin, ik kap ermee. Sin. Wat heb ik nog meer gezegd? En toen moest ik 1,5 jaar nog. Oh ja. Ik moest 3,5 jaar en jij hebt het maar 2 jaar. Ja, mijn opleiding deed er de 2 jaar over. Maar goed, we gaan het nu niet hebben over Skooloo. We gaan nu iets leuks doen. Dat wilden we eigenlijk vorige keer al doen toen we samen waren. We waren ermee bezig, maar toen werd ik gebeld. En dat heeft misschien 1 uur of 2 uur geduurd voordat ik eindelijk ophing. Cindy werd een beetje koekoek in haar hoofd. Maar we hebben op Just Dance hebben we iets super tofs gevonden. Op Just Dance op YouTube. Hebben we namelijk... Hoe heet het lied? Dat weet ik niet. Dikke lied, nee. Het was in ieder geval een dikke jellybean. Oké, dus we gaan nu daarop dansen. Oké, het liedje wat we gaan doen is Shaky Shaky. Shaky Shaky. Ik ga stil. Nou, Jut en Jul die zijn uitgedanst. We zijn nu van Pampus op de bank gaan zitten. En we zijn oude vlogs van ons aan het kijken. We hebben nu eentje van 4 maanden geleden, niet zo heel oud. Nou, wel redelijk oud. Cindy! Girlfriend! Ik zit een bericht te lezen op mijn horloge. Ik ga stuk. Maar we zitten dus nu Just Dance te kijken. En toevallig hebben we vandaag episode 2 gedaan. Ja. Van Just Dance. Dus dat wordt leuk. Oh mijn god. Ik heb een kapot leuk idee. Zullen we Just Dance video's maken? Ja. Dat wordt echt
Tering grappig. Ik ga dan wel een aantal Just Dance video's ook opzoeken. Oh mijn god, ja. Maar ik ga niet meer die die doen hoor. Jawel, die is leuk. Die dat is echt leuk. Die vind ik echt leuk. Die met die Jerry. Dat doe ik niet voor geen lange mouwtjes dan. Ik krijg het echt warm. Ik krijg het. Lieve schat, ik zit hier in een trui. En een broek. En sokjes. Maar we gaan dus nu lekker dit kijken. En dan gaan we kijken of wij in de eerste aflevering van Just Dance with Jamie en Cindy zijn veranderd. Nee, denk niet. Nog steeds altijd super slecht, maar oké. Okay. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 28 november. Het is nu 10:55. En jullie denken, Jamie, waarom ben jij nu al wakker en waarom lig jij niet meer in bed? Nou, dat ga ik je even vertellen. Ik heb namelijk superleuk nieuws. Want ik ga 15 juni met Ian gaan wij naar het concert van Camila Cabello. En daar heb ik super veel zin in. In de Ziggo Dome. Het is letterlijk het derde concert waar ik naartoe ga. Want ik ga naar Mabel, naar Harvey en naar Camila. En dat vind ik hartstikke leuk. Dus we hebben kaartjes. We hebben gewoon staanplaatsen. Gewoon lekker chill. Dus daar heb ik super veel zin in. Ja, wat ik vandaag ga doen is niet zo heel veel. Ik ga zo meteen beginnen aan de vlog al een beetje editen. En vanavond ga ik met mijn ouders naar de macro. Dus daar heb ik super veel zin in. Dus dat eigenlijk. Dus dat ga ik doen. Dus daar heb ik super veel zin in. Dus ik neem jullie mee. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later. Ik ben klaar met editen. Ik heb de hele dag geëdit eigenlijk. Ik heb net een telefoontje gepleegd. En ik had gisteren trouwens nog wat leuke dingetjes gekocht. Waaronder twee truien en een blouseje. En dat wilde ik jullie eventjes nog laten zien. Want dat had ik nog... Had ik dat beloofd? Weet ik niet meer. Maar ik had het in ieder geval gekocht. En ik dacht, nou laat ik het maar even aan jullie laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Dus even een mini shoplog in de vlog. Als eerste heb ik dit blouseje gekocht. Hij is best wel... lang. Ziet dat blouseje er dus uit. Ik heb hem in een XXL gekocht. Hij is lekker oversized. Ik vind hem heel tof, maar niet op deze broek. Ja, het kan op zich wel. Maar ik dacht, ik heb dan deze trui. En ik dacht, hoe leuk is het als hij erover gaat. Dan zie je die twee flapjes, zeg maar, eronder. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Hey. Dus dan is dit een trui en dan vind ik dit wel erg leuk dat dit er dan onderuit steekt of zo. Dus ik vind dit wel echt een hele leuke outfit en het zit ook echt lekker. En dan is dit de roze hoodie. Ik vind hem heel erg leuk, ook op deze broek volgens mij. Kijk, wacht even. Kijk even hoe leuk dit is, jongens. Roze blauw en dan met mijn... Champions schoenen eronder. Dus ik ga jullie meenemen. We gaan zo meteen weg. We gaan zo meteen naar de macro. Oké, we zijn dus nu aangekomen bij de macro. En we gaan nu lekker hier even eerst wat eten. En dan gaan we wat dingen halen voor mijn moeders werk. Waaronder 6 kilo schooigoed. En wat leuke dingen. En mandarijntjes en zo. En we gaan ervoor. En ik ben al helemaal opgekleed. Making my Instagram pictures be like. Oeh. Ja. Yes. Ik ben hier lekker aan het chillen. Terwijl mijn moeder en vader aan het shoppen zijn voor schoenen. En Quinty is aan het shoppen op de Zara. En ik ben aan het wachten. Oké, ik heb dus net een superleuke Calvin Klein trui gezien. Alleen ik mag hem van mezelf dus niet kopen. Puur om het feit dat die €70 is. Kijk deze. Even hoe leuk deze is. Oh my god. Kijk even dan. Hij staat echt leuk, maar ja, weet je, ik heb al best wel veel truien. En ik moet echt een keer gaan stoppen daarmee, maar ik vind deze dan ook heel erg leuk van Calvin Klein. Maar ja. Ik zie alleen maar truien. Ik ga hier niet meer kijken, want anders wil ik alle truien kopen
En dan is mijn bankrekening ineens van 1000 naar 0. Dus laten we het maar niet doen. Ben ik de enige die dit cute vindt? Als ik een kind had, had ik mijn kind dit echt gegeven voor kerst. Oh kijk, ze hebben ook een schildpad, een leuke beer en nog een rendier. Helemaal leuk. Ja, dit moesten wij dus hebben. Strooimix. Hoeveel, hebben we aan 3 zakken genoeg? Ja, 6 kilo. Oh, oké. We gaan nu naar mijn favoriete afdeling. De drankjes en het eten. Hij komt, de chocoladeboot. La 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 la. Hey! Jongens, hier kwam ik dus voor. Voor dit. Want dit hebben wij ook op werk. En ja, ik twijfel een beetje of ik nou die kleine moet nemen of die grote. Maar ik denk dat ik voor die kleintjes ga. Want ja, ik denk dat ik die kleine neem. Uiteindelijk ben ik dus voor de vanille gegaan en voor de karamel. Dus ik ga nu naar mijn moeder. We zijn klaar bij de macro. Wat ik heb gekocht zijn die 2 siroopjes, warme choco en red velvet afro-chocolaatje die ik altijd at. Die vind ik vet lekker. We staan nu, mijn ouders staan nu bij die kraam een Berlinerbot te halen. Die gaan ze lekker eten. En dan gaan we lekker naar huis. Lekker hoor. Ik heb chocomel, slagroom. Bananenwafel, lekker eten. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is vandaag vrijdag, Black Friday. Dus ik ga zo meteen naar de stad. Ik heb er super veel zin in. Het is nu rond 12:30. Ik heb met Kiara om 12:00 afgesproken, maar we waren allebei pas om 11:15 wakker. Dus ja, we moesten even snel haasten. Dit is wat ik draag. Deze trui van de H&M met dit blouseje ook van de H&M. Nou, dan heb ik de broek aan van de Bershka met een mooie zeepot. En mijn Champions. En dan heb ik hier een heel shot in de spiegel. Ja, ik ga dus lekker even kijken op of bij de H&M. Bij wat winkeltjes en zo, waar allemaal Black Friday is natuurlijk. Ik ga vanavond ook naar de stad met mijn moeder, mijn stiefvader, mijn opa en mijn zus. Maar ik ga nu even kijken wat er al in de winkels is. Want dan kan ik dat vanavond echt gaan kopen. Dus ik neem jullie mee. Let's go! Oké, ik heb dus weer gekocht, geshopt. Ik ben met Kiara trouwens in de stad. We gaan nu even lekker een hapje eten bij de Hema. Want ik heb honger en ik heb nog niet geluncht. Heel erg. Altijd lunchen jongens voordat je de deur uitgaat. Want anders krijg je dit. Dan ga je eten halen in de stad. En dan kost het ook weer geld. Maar we gaan dus nu naar de Hema. En ja, het is super druk in de stad in verband met Black Friday natuurlijk. Maar heb jij nog wat nodig, Kia? Nee, echt niks nodig. Verder niks nodig? Nou, dan gaan we even verder lopen. En dan zie ik jullie zo weer. Ja, businesswoman. Heb je nog wat te vertellen? Nee, ja, dat ik een shopverslaving heb. Laat eens zien wat je gekocht hebt dan. Look in the bag, look in the bag. Heb je een gelboom staan? Ja. Jamie is weer bij Happy Tosti. En hij rent er vandoor. Welkom bij het treituurtje van Delvin Stubbs. Ik kom weer in de vlog. Ja, ik ben hier. Ja, wat vind je van mijn patta's? Look die patta's. Look at that shoes. Shoes. En we zijn weer terug aan het lopen. We gaan nu naar Signorita's voor Kiar. En Kiar, kan je het uit mijn tasje pakken? Maar ik heb dus net bij zo'n winkeltje, heb ik namelijk nieuwe AirPods gehaald. Echt de neppe. Maar ik dacht, doe ik ga echt geen 180 euro betalen voor AirPods. Want zoveel heb ik niet eens op mijn bankrekening. Dus ja, we gaan nu weer lekker naar Signorita's lopen. En dan gaan we richting, we zien wel wat we gaan doen. En dit is een mooie enkel. Wat heb jij nog iets te zeggen tegen mijn kijkers? Nee? Oké, later. Nou, ik heb me dus omgekleed. Ik was mijn trui een beetje zat, dus ik heb nu een colletje aan. Een zwarte trui gekocht bij mijn favoriete winkel. En ja, we gaan nu een tas halen voor Kiara. En hoe blij ben je, Kiara? Blij. Van welk merk is die tas Luna? Lulu? Lulu? Lulu, ja.
Dus die gaat Kiara nu halen. En dan, ja, ik wil even een foto laten zien. Mag dat of niet? Oh, kijk. Kijk, dit is de tas. Kijk eventjes hoe leuk die tas is. Like, is echt leuk. Maar we gaan die tas dus zo meteen halen. En ja, ik ben wel echt blij. Kiara, kijk even trouwens naar mijn beeld. Hoe mooi dat eruit ziet. Heel helder. Dus we gaan die tas halen. En dan neem ik jullie mee. En zoals je kan zien ben ik weer thuis. En ik ben een beetje geïrriteerd. Want ik heb namelijk de neppe iPods, AirPods gekocht. Alleen, ik ging hem zeg maar thuis openmaken. En alles zat er gewoon netjes in. Alleen, dat draadje zeg maar waar dat doosje dus ja, moet. Ik ga je even neerzetten. Zo gaat hij zeg maar open. Nou, dan zie je zeg maar als eerste dit doosje. Alleen, dan zit er zeg maar zo'n kabeltje bij. Zeg maar zo'n kabel. Met een iPhone, ja, hoe noem je dit? iPhone ingang. Want hier gaat hij wel gewoon in. Maar hier dus niet. Kijk. Hij wil er gewoon niet in. Dus ik heb letterlijk dat bedrijf gebeld waar ik dus dit product heb gekocht. Helemaal het verhaal uitgelegd. Ik mag morgen dus waarschijnlijk een nieuwe gaan komen halen, zeg maar. Of hij gaat er eventjes naar kijken. Want ik vind dit gewoon, als ik iets koop, wil ik gewoon dat het werkt. Ja. Kooltrui-achtig, kijk. Met zwart. Superleuk. En ik heb ook nog, ik ga jullie weer neerzetten, dit blouseje gekocht. Met groen. En ik zag deze al in de, die heb ik al laten zien trouwens toen ik in de vlog, in dat pashokje met Nina, toen had ik deze groene aan, maar toen had ik hem niet gekocht. En uiteindelijk dacht ik, ja, je gaat met mij mee. Dus ik vind hem uiteindelijk leuk. Ik heb ook die bruine nog besteld. Dus die komt binnenkort aan. Dus dat, ik ga nu lekker chillen. En de vlog alvast een beetje editen. En dan spreek ik jullie zo weer. En ik zit in de Zoeteren. Ik ben hier letterlijk al bijna anderhalf uur bezig met de vlog. Om te editen. Maar ik wil even wat zeggen. Zoals velen van jullie weten heb ik vorig jaar meegedaan aan Vlogmas. Toen heb ik het niet volgehouden. Shame on me gewoon. Maar ik kreeg een paar keer de vraag of ik dit jaar wel mee ga doen aan Vlogmas 2019. Ik wilde de instantie wel meedoen, want ik had letterlijk al het introotje zeg maar gemaakt. Of nou, het introotje, de foto van voor het intro, die zien jullie hier. Maar ik heb uiteindelijk toch besloten om het niet te doen. Puur om het feit dat het me te veel moeite gaat kosten om iedere dag dan een vlog te editen. Dat doe ik nu ook al. Maar ik neem dan te veel hooi op mijn vork en ik heb het al best wel druk de december maand. Maar ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker iedere dag wel vloggen, maar dan doe ik het gewoon in een week vlog. Dus daar heb ik wel zin in om dat gewoon te gaan doen. Dus in december komen er ook andere soort video's aan, maar wel gewoon de week vlogs, hoe jullie die van mij gewend zijn natuurlijk. Dus dat hebben we dat ook weer uit de lucht geholpen. Mijn ouders zijn nu trouwens naar de stad, die gingen nog wel even naar de Black Friday. Ik ben vanmiddag al geweest met Kiara. Ik ga niet zo heel veel boeiends meer doen nu eigenlijk. Ja, verder editen de vlog. En dat is mijn planning voor today. En ik sluit hem nu even af. Dus ik zie jullie morgen weer. Hey, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag 30 november. Het is nu rond 12 uur. Ik ben thuis. Ik heb vanochtend niet gevlogd. Omdat ik mijn camera was vergeten mee te nemen. Maar ik heb me nu klaargemaakt. Want ik ga nu werken. Dus wat ik aan heb, dit colletje van de H&M, broek Bershka, dit kettingje die aan mijn broek vast zit, is ook van de H&M. En ik heb een keer weer voor de verandering mijn Nike's aangedaan. Wat ik vandaag ook moet gaan doen, is namelijk, ik heb gisteren deze AirPods gekocht, neppe AirPods, en die ga ik even terugbrengen, want het draadje past niet in, maar dat heb ik gisteren allemaal uitgelegd in de vlog, wat ook in deze vlog verwerkt zit. Dus die ga ik even terug brengen en even laten maken of namen laten kijken, whatever. Ik ga nu weg en ik neem jullie weer even met me mee. Oké, we zijn aan het werk. Yay! Jamie, jij bent niet aan het werk. Hou je bek, ik doe het voor je vast. Wat zeg jij nou weer? Dat je niet aan het werk gaat. Ga de wc's doen. Gap, wat commandeer jij mee? Ik mag jou eerder commanderen dan jij mij. Hij is 17 en ik ben 22, dus. Ik ben Oké, you. Staat!
Kappen! Kappen! Weet je wat ze maar noemen? De piramide. Staan! Staan! Kappen! Oké, okay, de volgende beelden mochten jullie niet zien. Jawel! Zet het in de vlog. Ja, alles gaat in de vlog. Nou, Tanini Panini is ook weer lekker bezig. Hey! Ik heb het dan weer. Ik kan er mij niet zeggen. Nee, niet het snoepje. Daar ging het snoepje van staan. Oké, okay, nog een keer. Ik ga Sinterklaas. Dit doen wij dus op werk. Dit gaat niet goed uit. Kijk, hij zet daar met een zin. Kijk, nu zie ik elkaar wel gebruiken. Dit is een marsman. Woe! Kijk, niet zo goed! Ik ga Oké, we zijn dus klaar met werken. Oh, Tanini, we moeten. Ja, ben ik. We zijn dus klaar met werken. En we gaan nu lekker naar de film. Nou, eerst gaan we eten bij Quataria. Superleuke winkel. Waar je frietjes kan kopen. En waar je lekker kan snacken en zo. En daarna gaan Tanini en ik. Waarom parkeer je mijn fiets daar? Ja. Maar we gaan dus daarna naar de film. Genaamd Frozen 2. Ja. Eigenlijk zou Sanne meegaan, maar Sanne heeft afgezegd. Omdat ze pijn heeft en ziek is. En je weet zelf. En ja, we gaan dus nu lekker lopen. En ik neem jullie met me mee. De keuze is erg, ja, hoe noem ik dit? Breed? Breed. Dik? Dik? Vet? Breed. Kijk, de allerlekkerste patat. 100% duurzaamheid. Oh, vlammetjes. Oeh, daar ga ik van naar de wc. Kijk, een Caesar salad. Tanina, jouw pagina. Ik ken het helemaal niet. Erg grappig, Jane. Heel grappig. Oké, ik ben erover uit. Uiteindelijk ben ik gegaan voor de kalfskroket, kaasvlee, natuurlijk dit, appelmoes en raspatatje. En mijn liefie is... ik ben babe. Is even gekozen voor een normale patat met mayo. Lekker eten! Oké, de film is afgelopen. We zitten nu lekker te chillen hier. En we wachten nu op iemands mama. En daarna ga ik lekker naar huis. Morgen weer werken trouwens. Maar dat morgen. Maar eerst lekker weer de beelden importeren die ik vandaag heb geschoten. Gadver, ik was aan het spiegelen. Mama. Morgen, we hebben nog een dag. Zitten jullie daar op te wachten? Op 2 minuten met Stan? Yay! Maar oké, de film was wel op zich was het wel leuk. Het was heel veel zang vooral. Maar ja, wat wil je nou van een Disney film? En maar ja, voor de rest was het wel te doen, vond ik. Dus en ik ben 3 keer naar de wc geweest. Top leuke informatie. Hey. En ik ben thuis bij lieve mama. Hi mam. Hi. Hey, ik wil niet op de buis. Maar dan kom je thuis en dan is er een nieuw stuk. Hoe noem je dat? Meubelstuk in het huis, namelijk een nieuwe kast. En dat ga ik jullie zo even laten zien. Dus nu de beelden van de kast. Oké, dit is de kast. Vet mooi! En dit vind ik vooral heel mooi. Die vase met het goud. Helemaal leuk. Ik voel me net een interieur-influencer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag, de laatste dag van deze week. Het is nu rond 11:45. Ik ga zo meteen weer lekker werken. Ik werk van 12:30 tot 6:00. Dus dat is echt super chill. Ik heb net gedoucht. Ik heb deze outfit. De outfit, ik draag deze coltrui. Die had ik gisteren ook aan. Met deze broek. Super tof. En dan gaan mijn champions nog onder. Dus ik ga jullie meenemen. Ik kleed me om op werk. Ik neem jullie mee. Let's get started. We gaan beginnen met de allerlaatste dag van deze week. Dus nu op mijn werk. Het is het einde van de dag. Ik ga nu even nog de wc schoonmaken en dan zijn we klaar hier. Oké, ik ben dus nu onderweg naar huis.
Het was best wel een leuke dag op werk vandaag. Het is nu ongeveer 6 uur en ik ben klaar met werken. Dus ik ben nu op mijn fietsje lekker naar huis aan het fietsen. En ik ben er denk ik over 5 minuutjes of zo. Ik vind die altijd super cute om te fietsen, kijk maar. Dus ja, gelijk naar huis. Yay! Oké, zoals je kan zien ben ik thuis. Ik zit nu in de souterrain. En ik ben lekker aan het werk hier op mijn laptop. En ik heb deze hele leuke kerstmok gekregen in mijn schoen vandaag. Ja, ik snap het ook niet. Sinterklaas geeft een kerstman, maar oké. Ik ben er wel echt super blij mee, want hij is lekker groot. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. Vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Tot de volgende vlog. Bye bye.